In de afgelopen 2 jaar hebben 17 mensen uit de gemeente Ede een indicatie voor beschut werk gekregen. Maar ze kunnen geen gebruik maken van de nieuwe voorziening die door de gemeente in het leven is geroepen. De huidige voorziening voor beschut werken wordt afgebouwd gedurende enkele jaren. Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe voorziening waarbij 40 mensen beschut kunnen werken. Beschut werk is een werkplek voor mensen die met een lichamelijke of een psychische beperking toch aan het werk kunnen. Maar er is een bepaalde bescherming of beschutting van de werkplek voor nodig. Ja, de voorziening die er nu is, is een voorziening voor de mensen die daar al langer in zitten. En nu als we nieuwe mensen krijgen met die indicatie, die dus met een beschutte werkplek aan het werk kunnen. Voor die nieuwe mensen gaan we een nieuwe plek inrichten. Die verantwoordelijkheid hebben wij. Vanuit de participatiewet heeft de gemeente die verantwoordelijkheid gekregen om dat goed te regelen. En we zorgen dat we dat netjes en nieuw inrichten vanaf 1 januari 2020. Stel nou, ik heb een beschutte werkplek nodig, hoe gaat het dan te werk? Allereerst weet je dat pas als je een bepaalde indicatie hebt gekregen van de instantie die zo'n indicatie kan uitgeven. Dus dan ga je eigenlijk naar een soort arbeidsdeskundige toe van het UWV. En die bepaalt of jij een indicatie beschut werk krijgt. Als je die krijgt, dan krijg je daar als inwoner een beschikking voor of een besluit van een gemeente van jij mag naar een beschutte werkplek of jij kunt naar een beschutte werkplek. En dan gaan we dat met elkaar in gang zetten. En dat betekent in eerste instantie dat we gaan proberen om je dan bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen. Want er zijn werkgevers die zeggen dat doen wij graag, maar dan is er dus wel een beschutte werkplek nodig. En daar gaan we dan bij helpen. Nou, en als dan na 6 maanden is gebleken dat dat niet gelukt is bij een reguliere werkgever, dan hebben we een speciale plek daarvoor op het HORA-plantsoen. Dat noemen we dan de voorziening beschut werk. Dan kun je daar aan het werk. En ook daar zullen we telkens blijven proberen om je naar een reguliere werkgever verder te helpen. Het doel is uiteindelijk alsnog gewoon iedereen bij een reguliere werkgever aan het werk te krijgen. Ja, zeker. Want er staan eigenlijk nog best veel mensen aan de kant die kunnen en willen werken. Maar door hun beperking op lichamelijk of psychisch gebied, dat het niet heel eenvoudig is. Maar we gaan toch helpen om daar de goede stappen in te zetten. De oude voorziening, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, die blijft op zich bestaan, maar die zal wel steeds kleiner worden, omdat daar steeds meer mensen uit zullen gaan. Er zullen ook een aantal mensen in blijven. Maar uiteindelijk in de loop der jaren zal dat afgebouwd worden. Vertrouwen erin dat het gaat werken? Ja,